Mensen, goed dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag spelen we tegen Argentinië. Ik hoop dat het goed gaat gaan. Oh, dom. Dat was goed. Oké, we gaan er tegenaan. Hup, jongens. Welkom vanuit Argentinië. We zijn neergestreken in het Estadio Presidente Juan Domingo Perón in Avellaneda voor de wedstrijd van vanavond. Het commentaar bij deze wedstrijd wordt... Argentinië is supergoed. Mijn naam is Sietse Vos. En naast me natuurlijk, zoals altijd, mijn gewaardeerde collega Jeroen Grütter. Dit is Argentinië met een wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Hallo, Siet. Ja, volgens mij hebben die spelers er ongelooflijk veel zin in. Dus ik reken eigenlijk op een hele leuke wedstrijd. Ja, dat denk ik ook, want ik heb er heel veel zin in. Lautaro Martinez. Marquinhos zit ertussen bij die paas. Een zwakke paas. Linia rekt aan een tegenstander. Hij krijgt hulp. Mat. Een parodie op een schot. Ja, slecht. Dat wel, maar volstrekt onnauwkeurig. Helaas. Hij had die bal wel anders willen raken, denk ik hoor. De bal blijft binnen naar die redding. Wat een dom. Oh, gestrekt. Wat een redding zeg. Ja, het is lang geleden, maar zo stopte Jan van Beveren ze vroeger ook. Ja, dit is het type bezint eer begint. Hè, wat een roekeloze sliding. En dat ook nog wel in het 16 meter gebied. Heel dom. Lionel Messi, ja, ik mag Leo zeggen, blijft een superster die een wedstrijd kan beslissen. Rodrigo de Paul, de speler staat aan de paal van het schot. Hoor het publiek is, die willen goals zien. Zoveel kansen gehad hoor. Een hele belangrijke verdedigende actie. Ja, die is voor Donnarumma. Leandro Paredes. Oké. Mbappé. Hier is een aanval van Argentinië in de maan. Nee, de tegenstander komt toch in balbezit. Messi. Lionel Messi. Allee, Mbappé had iets sneller moeten zijn. Als ik hem iets sneller had, had ik hem misschien wel, de bal kunnen hebben. Lautaro Martinez. Even aangeslagen door die tackle, maar hij blijft aan de bal. De tegenstander sluit Ghana in. Kylian Mbappé. Wijnaldum. Messi. Gaan ze hier de leiding nemen? De doelman keert die in. Oké, we hebben hem. Nu moeten we echt goed kijken, hè. Wow, maar ze zijn allemaal zo slecht. Gegeven. Nee, die bal moet je beter wegwerken. Goed verdedigd, dat schot. Oh, nee. Op de loer. Oké, welke pakken we? Pakken die. Nog steeds aan de bal. Nu kunnen ze voorkomen. Dat is een beetje dom bezig, vind ik. Bal wordt Argentinië. Op een teamgenoot. Schitterende redding. Die bal van Gerrit. Die gaat er normaal gesproken gewoon in. Ja, dat doet hij gewoon bijzonder knap, zie je het. Hij blijft goed naar de bal kijken en reageert dan ook adequaat. Giovanni Lo Celso. Oké. Giovanni Lo Celso aan de bal. Mooie positie om een voorzet te geven.
ze weten elkaar goed te vinden, hè, met die korte paasjes. Lautaro kan het maken. Het spel gaat verder naar die redding. Hij zorgt er toch mooi voor dat die grote kans niet benut wordt. En dan heeft hij de bal ook nog in zijn handen. Ja, en zo makkelijk was dat natuurlijk niet, hè. Eerst Mbappé is 7. Dan gaat het spel nog verder. Maar uiteindelijk heeft hij de bal dan toch te pakken. Messi. Grote kans voor Messi. Weg met die bal, denkt hij. Hoppakee. Lionel Messi. Gini Wijnaldum nu. Er komt één bal bij. Dat was dom. Ik dacht dat ze mij gingen pakken. We gaan de rust in. Oké, we gaan de rust in. Lekker. Even nadenken voor tactiek, even nadenken, tactiek, heb ik een tactiek? Nee, ik heb geen tactiek, dus dan moeten we gewoon door. Oké, let's go. Hier, pak maar. We gaan erin. Nee. Alsjeblieft. Kijk, ze pakken. Nicolas Otamendi. Megamendi. Speelde Messi niet echt als Messi. Het valt niet mee, hè? Giovanni Lo Celso. De eerste zit erin. Dat nee. Komt bij niet anders, joh. Ja, en helemaal terecht, hoor. De tegenstander is onder de voet gelopen. Dit doelpunt kon niet uitblijven. De score is geopend. Het is 1-0. Allee. Listige steekbal. Di Maria. En er gaat er weer één in. Och, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Di Maria raakt de bal kwijt. De thuisploeg heeft het meeste balbezit. En als ze de bal verliezen, dan is dat niet van lang. Die kunnen nog flink uitlopen. Mooie mogelijkheid om voor te zetten. Messi moet scoren. Het zag er goed uit. Maar er wordt niets gedaan met die voorzet. En de coach ziet reden om te wisselen. En de tegenstander zegt dankjewel op die inworp. Mooi uitgespeeld, die verdediger, door Di Maria. Grote kans voor Messi. Oh, wat is het toch een kunstenaar. Ja, het is een Rembrandt, een Van Gogh, een Van Messi. Ruistel, een Bruegel. Messi. Een schitterende volley. Fenomenale timing. Grote klasse. Niet waarom doet Messi eigenlijk niet in de werkelijk onberispelijk gedaan. En dan kun je je klok er wel op gelijk zetten. Dat waar Messi is mijn Messi? Deze afstand afmaakt. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Wat doe ik ook? Balbezit na die sterke tackle. Hij ontsnapt, hij moet scoren. Nee. Daar zit iemand tussen bij dat schot. Hij wachtte even met fluiten om te kijken of de voordeelregel zou werken. In plaats van even te wachten, wisselen de coaches op hetzelfde moment. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Ik kan eigenlijk gewoon aan het stil liggen, want ik ga dit niet meer winnen. 70. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Ja, dat zijn dan 5 minuten. 20, we gaan op 3 minuten of zo en dan is het al gedaan. Paolo Dybala. Dit kan ik niet meer winnen. Paolo chapeau Dybala. Voor hun. Dybala moet een goal maken. Een chapeau voor hun, schot, ja. Het doel staat toch een andere gemeente. Ik zou echt niet in de buurt. De wisselspeler komt het veld. Ja, dat bedoel ik. Hij had het bal wel anders willen raken, denk ik, hoor. Nou ja, dat is toch wel een merkwaardige situatie, hoor. Eerst geeft die keeper de bal zomaar weg. En vervolgens wordt de bal gekeerd op de inzet die daarna komt. Dat is ontsnappen.
Daar krijgen ze de bal weer in bezit. Ja, kijk. Nog een paar seconden en dan zijn we daar nog. Ja, dat is nog raar. Zoals Argentinië die bal inlevert. Via die ingreep gaat de bal uit. Inworp. Ja, echt chapeau voor een laatste 10 minuten en een minuut. Ik kan eigenlijk hetzelfde doen als dit. Neemt hij wel mooi aan en mag verder. Kijk. Iedereen gaat in positie staan voor de hoekschop. Ik schiet hem weg. Hoekschop komt en wij zijn nu met daar veel. Kijk, schieten. Hoe goed zien, hè? Nu zijn zij allemaal daar. Wat een Nee. Ah, waarom gaat het nooit mijn plannetjes goed? Nee. Er zit iemand tussen. Nu snel eruit komen. Twee minuten blessuretijd. Maar nu zijn we met Messi. Wacht, hè? Daarnet had ik Messi. Ik snap er niks meer van. Zit Messi nu twee keer op hetzelfde. Eén keer fluiten. En dus zit dit duel erop. En... Hebben jullie nu genoten? Van deze video doe ik zeker even een blad op. Abonneer je zeker op. Ik heb verloren met een hele... dikke stomme fout. Misschien wel de beste voetballer. Nee, natuurlijk. Het is de beste voetballer die we ooit hebben gezien. Messi, de GOAT. Ik haat u. Dios.